Welkom en tof dat jullie allemaal weer kijken naar Day One. Ja, jullie denken, waar ben jij nu, Jay? Dat ga ik jullie vertellen. Wij zijn namelijk in Istanbul. Welkom en leuk dat je weer kijkt naar Day One. Proost, wij vliegen business class. Ja, als zometeen Thijs stopt met filmen, dan gaat hij naar economy en blijf ik zitten. We gaan weer een review maken over een business class. Dit is wel meteen al lekker binnenkomen. Lekker muziekje op, zie dat er een drankje aankomt. Maar we zijn er weer, jongens. Hey, we gaan naar Istanbul. En we gaan eens even kijken hoe deze stoelen zitten en hoe deze reis ons bevalt. Want we gaan ongeveer een klein 3,5 uur, 4 uur onderweg. Oh. Ja, thank you. Hi, hallo. Thank you, man. We hebben tv, we hebben wijn, we worden goed verzorgd. We zitten fijn. Ik heb wel gezien dat Thijs een grote toetje heeft gekregen, maar dit is wel geniet hoor. Dit is lekker. Een klein peper- en zoutvaatje. Dat is toch leuk? Lekker eten. Wij gaan dit allemaal opdrinken. Dan gaan we nog meer rode wijn bestellen. Dan ga ik achterover liggen. Dan ga ik lekker een tukkie doen. En dan is dit zo voorbij. Dit is toch top, jongens. Heerlijke vlucht gehad. 3 uur onderweg geweest. Ja, we zijn aangekomen in Turkije. Daar is hij. Welkom in mijn net iets te overdreven, veel te grote hotelkamer. Dan komt binnen iedereen. Kijk. Welkom in de woonkamer. Ik had nog even gebeld of ze alsjeblieft wat nootjes en wat rozijnen wouden neerleggen voor mij. Zodat ik lekker op mijn chaise-longue hier zo kan zitten. Hop. Oh. Oh. Wacht, komt hij? Ja, nou, 4 keer scheepsrecht. En dan hebben ze hier voor mij het toetje neergezet. Ik heb stiekem al 1 chocolaatje eruit gepakt. Even kijken, pakken we nu deze, komt die. Oh, dat is wel goed. Dit is heel decadent tv nummer 1. Hop. Als je even komt kijken, dan is dit toilet. Zo ongeveer net zo groot als mijn appartement thuis. Als je hier kijkt, dan zie je het Beşiktaşstadion voor een gedeelte, daar. Ze zijn nu aan het spelen trouwens. Ik heb mijn bed niet echt opgemaakt, maar wat ik heel leuk vond, is dus als ik uit bed stap, heb ik in ieder geval al sloffen. Heel decadent. Een hele fijne badkuip, zoals je ziet staat daar nog een leeg flesje water. Hier heb ik al ingelegen en, ja, zoals je ziet heb ik hier ook al gezeten. Op. De douche. Dus heb je gewoon een stortdouche. Dus eigenlijk zou ik dit als een soort 4e kamer moeten rekenen, deze douche, omdat die zo groot is. Zo, dat waren de 3, 4 kamers. Het zijn er in ieder geval heel veel. Dan ga ik nu slapen. We hebben een drukke dag achter de rug. Heerlijk gegeten. Ik denk dat ik hier nog even ga zitten. Misschien even een cocktailtje voor mezelf inschenk, de tv aanzet en ga genieten van het uitzicht. Tot morgen. Oh, jongens. zijn nu dus in de bazaar. Er zijn hier 3.000 tot 4.000 winkeltjes. Met, ja, zoals je ziet, allemaal echte Rolex en Louis Vuitton natuurlijk. We kunnen hier dus gewoon... Why not? Because it's fake, brother, imitation. Oh, it's fake? Yeah. Ah, okay, then we don't film it. Sorry. We can make it look real. Huh? Yeah, we can make it look real. Okay, thank you. Ah, nou ja, ik wou hier een heel groot verhaal gaan hangen, maar hier komen gewoon heel veel toeristen die van alles kopen. Maar het is wel verschrikkelijk mooi. En Thijs en ik hebben een gids bij ons. We gaan een beetje rondgeleid worden, we gaan een beetje rondkijken, een beetje chillen. En dan gaan we ook nog heel even kijken of we misschien vanmiddag een voetbalwedstrijdje kunnen pakken. We gaan zo meteen hier naar binnen. Deze, ja, wat is het, kathedraal ondertussen, maar volgens mij hebben ze er een museum van gemaakt, zei hij net. Is in 537 gebouwd, in 5 jaar en 10 maanden, wat natuurlijk absurd is voor die tijd. En het was dus eerst een kathedraal, de allergrootste, en nu is het een museum. Dus we gaan even binnenkijken. En mocht ik dat verschrikkelijk fout herhaald hebben, laat het even weten in de comments. Want dat kan gewoon natuurlijk. We zijn even een straatje ingedoken en we zitten hier in een restaurantje dat een menu heeft wat niet groter is dan dit. Typisch Turks. Zijn we kuften aan het eten en hier komen een hoop voetballers, politici, bekende mensen. Omdat het hier zo fantastisch goed eten is. Maar ja, hier zoals je ziet heb je niet heel veel keuze, dus wij gaan hier ook aan beginnen. Dus je hebt nu voetballers, politici en Thijs en Jason hier geweest. Dus ja, het is, het houdt niet op hier zo. Ze hebben geluk. Oké, Thijs, jij weet één ding. Dat ik hier al de hele tijd omheen aan het praten ben. En dat ik niet wil zeggen hoe zijn club heet, omdat ik het niet kan uitspreken. Başakşehir. Başakşehir. Over politici en voetballers gesproken. Vanavond gaan wij naar Başakşehir, want wij zijn uitgenodigd door Eljero Elia om een wedstrijd van hem te komen bekijken. En misschien gaan we daarna nog even met hem chillen. Hoe tof is dat? Dan gaan we vanavond bij, ja Thijs, Başakşehir, gaan we voetbal kijken. We hebben net de kaartshop gehad. Nou ja, met wij bedoel ik onze tolk en de man die ons helpt hier. Want anders waren we er nooit uitgekomen. En we hebben hier, even kijken, 2 pasjes, tickets, ik weet niet hoe je het wil noemen. Die heeft Eljero Elia voor ons klaargelegd. Bedankt daarvoor, keihard. Ja, het stadion is niet heel erg vol, maar dit is wel een ervaring hoor, Turkse voetbal. Het is hakken, beuken, het staat 4-0. Er zijn 3 VAR-momenten geweest, 12 goals afgekeurd en 2 mensen hebben hun been gebroken. Thijs en ik zitten, ja, bijna op het veld. Dus ja, ik bedoel, Eljero heeft het fantastisch geregeld. Hij speelt ook letterlijk hier voor ons, dus elke keer zien we hem. En ja, dit is wel lachen. En wat ik ook niet wist, is dat dit allemaal gesponsord wordt door Turkish Airlines. Dat is heel toevallig. Dan gaan we denk ik zo meteen na de wedstrijd een hapje eten. We proberen niet te veel met de camera te filmen, want ze zijn er niet heel blij mee dat we filmen. Maar eigenlijk kijk ik wel uit naar een goede tweede helft. Het staat 4-0, wie weet. Einde wedstrijd, muziek is uit, 4-1 gewonnen. Ik heb het verschrikkelijk koud, maar ik moet toegeven, Ja, we hebben wel genoten. Het was wel heel chill eigenlijk. En het Turkse voetbal, ja, ik had het nog nooit gezien. En nu, ja, het stadion is er niet heel vol. Maar het was wel een ervaring. Ja, we zijn ondertussen opgehaald door de familie. Super gezellig. Na de wedstrijd komen we net uit dit busje, gaan even lekker wat eten. Rustig, laid back, chill. En het is eigenlijk heel gezellig. Ja, Thijs, jij hebt honger, hè? Ik ook. Ja, lekker zweetje. Doei. Doei, doei. Wat is dit nu? Het shirt waar hij in gespeeld heeft. Vet, hè? Officieel speelshirt. Goedemorgen, Thijs. Gezellig dat je er weer bent. Gezellig dat jullie met z'n allen weer kijken. Of nog steeds kijken, denk ik. Ik ben er moet nog even wakker worden, het wordt steeds heel laat. En niet omdat we aan het zuipen zijn, maar gewoon omdat we zo naar ons zin hebben. We zijn fantastisch lekker aan het eten, traditioneel Turks. En gewoon even goed wakker worden, zometeen double Turkish coffee, hè? Ja, double Turkish coffee. Double Turkish coffee. Dat betekent dat hij zo sterk is dat hij waarschijnlijk je hersenpan in de brand zet. Maar dat is prima. Even goed wakker worden en dan gaan we de dag weer in. Hoppa. Day one onderzeeërs. Kan ook. Dat we gewoon onderzeeërs gaan reviewen. Op verschillende plekken in de wereld. En zo komt onze Istanbul-trip tot een einde. Thijs en ik zitten aan één tafel bij een open haard. We drinken rode wijn. Het lijkt alsof we op date zijn. Geen enkel probleem hoor. Ik zag er overal even kijken. Dankjewel Turkish Airlines, dankjewel Swiss Hotel. Het was fantastisch. Wij willen natuurlijk naar de 300.000 toe en eigenlijk meer, want we willen de 100.000 halen dit jaar. Maar laten we eerst naar de 300.000 toe. Dat zou verschrikkelijk mooi zijn. Dus vergeet niet te abonneren. Dank jullie wel. Laat even in de comments weten wat jullie van deze trip vonden. Hartstikke tof als je gewoon even je ongezouten mening geeft. Dankjewel voor het kijken. Dit was Day One, het allervetste mannenkanaal van Nederland. Ciao. Ik ga lekker eten. Wat eten we eigenlijk?